Je kan natuurlijk ook vanuit CSV-bestanden een database maken in SQLite. Ik ga nu de losstaande SQLite manager gebruiken, maar je kan dit net zo goed doen met de SQLite add-on voor Firefox. Ik heb hier een drietal bestanden die, waarin tabellen staan die ik uit Excel geëxporteerd heb in een CSV-formaat. En die gaan we proberen inlezen in een databank. En ik heb hier de DB-browser voor SQLite openstaan. Ik ga een nieuwe database creëren. En ik ga dat hier bij mijn documenten plaatsen in de SQLite folder. En ik noem dat bijvoorbeeld mijn... ik ga dat Outer City noemen, die databank, want het gaat eigenlijk om die gegevens die uit Outer City komen, en ik noem dat OuterCity.SQLite. Dus ik ga nu een nieuwe databank creëren. Ik kan hier direct een nieuwe tabel gaan beginnen definiëren, maar ik ga dat even cancelen, want ik ga rechtstreeks de tabellen uitlezen uit die CSV-bestanden. En je ziet hier dat je een aantal menu's hebt, uiteraard, waaronder een importmenu, waarin we tabellen vanuit een CSV-file gaan kunnen lezen. Ik zal beginnen met de tabel groepen. Ik open dat. Ik krijg hier al die groepcodes die in die data aanwezig zijn. Ik heb mijn CSV inderdaad zo geconfigureerd dat de field separator een comma is en ik de tekst tussen dubbele quotes heb gezet en ik heb kolomnamen in de eerste lijn. Dus ik kan hier die kolomnamen direct mee pakken. Ze zijn UTF-8 encoded, dus Unicode encoded. Ik ga de velden ook trimmen, ik ga ze niet breder laten worden dan nodig. Hè. En dus, ik geef daar nu een naam aan, ik ga dat groepen noemen. En oké. En dan heb ik een eerste tabel groepen hier. En kan ik via Browse Data mijn groepen al gaan bekijken. Ik ga nu hetzelfde doen voor twee andere tabellen, dus via file gaan we import table from CSV. Ik ga nu de tabel kwartieren inlezen. Ik ga hier aanduiden dat mijn veldnamen in de eerste lijn liggen. Ik noem dat kwartieren. Ze zijn inderdaad, heeft correct kunnen uitmaken hoe de data gestructureerd is, dus met een comma gescheiden. Nu, het zou kunnen als u Excel en uw Windows op Belgisch-Nederlands ingesteld staat en u hebt dat geëxporteerd uit Excel, dan gaat het field separator normaal een puntkomma zijn. Maar dat kan je dan hier aangeven. En dus stel dat je niet rechtstreeks het hier correct kan inlezen, kijk dan even na of die field separator klopt. Dus ik doe hier oké en mijn import is completed. Ik ga eens kijken of mijn tabel kwartier ook hier correct verschijnt. En dan gaan we de laatste tabel inlezen. Dus ook weer import table from CSV. Ik neem Outer City. We gaan dat openen. Inderdaad, column names in first line. En ik heb hier mijn gegevens. Ja. Het jaar wordt hier een beetje vreemd en de stadskwartieren, omdat die als getallen zijn doorgegeven, verschijnen die hier met decimalen. Maar dat gaat ons voorts normaal gesproken niet hinderen en ik noem dat hier Outer City. En dan kunnen we even die data ook gaan bekijken.
Goed, u kent die getallen reeds vanuit onze Excel-bestanden.